Het verslag van de intocht van Sinterklaas wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo, de leukste supermarkten van Dokkum. Maar waar het wel aan kan liggen, is dat je misschien heel bang bent voor Sinterklaas en Zwarte Piet. Nee! Ik vind ze altijd heel eng, maar jullie niet. Nee! Dus ik hoef er helemaal niet bang voor te zijn voor Sinterklaas. We zijn natuurlijk onderweg, hè. Gaan we gewoon even goed. Gaan we gewoon doen. Hoe gaat het liedje ook weer? Sinterklaasje? Oké, dat is met z'n allen dan, hè. Komt ie. 3, 2, 1 en Sinterklaasje. Dan mag je best even een heel groot applaus voor jezelf geven, hoor. Oh, kijk eens. Helemaal goed, zeg. Hoe heet jij? Lucas. Rekmaar. En? Ben. Zo, zeg. En jullie bewaken op dit moment de stoel van Sinterklaas? Ja. Nou, dat is heel belangrijk. Want ja, die stoel is natuurlijk wel speciaal voor Sinterklaas. Het mag alleen Sinterklaas. Zou Sinterklaas een zwarte piet er wel zijn? Wat denken jullie? Ja, maar is dat wel waar? Want kijk eens in die hoek. Is daar een zwarte hoek? Kijk eens in die hoek dan. Daar. Nee, ook niet, hè. En die hoek dan? Nee, ook niet, hè. Hoe moeten we dat dan doen? Roep even, zo hard mogelijk Sinterklaas! Er is maar één manier om Sinterklaas echt naar binnen te brengen. Sinterklaasje, kom maar binnen met je klem. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heb u nog even tijd. Voordat u even aan je rijdt. Kom maar even bij ons aan en laat je paardje naar buiten staan. En we zingen en we zingen en we springen en we zijn zo. Je hebt niet goed opgelet. Oh jee, wat heb ik nou? Daar achteraan staan drie jongens en die hebben niet meegedaan. Wat moeten we daar nou aan doen? Nou, kom maar even hier dan, alle drie. Kom maar even hierheen. Nou, kom maar even bij dan. Ja, jullie worden goed in de gaten gehouden. Sinterklaas houdt het heel goed altijd in de gaten. Ga er maar even naast staan, zou ik zeggen. Ga er maar even bij staan. Ik doe graag een microfoon voor Sinterklaas, als dat even kan. Oké. Nou, dit is dan het enkele drietal, hè. Zeg, wie hoort bij wie van jullie horen die? Of zijn ze hier gewoon... dat is, vind ik, een intelligent antwoord. Oh. Ja, nou, hé, dat kleintje moet even op de grond staan. Ja. Spannend hoor. En dan gaan jullie zingen. En we zingen. En dan zullen we eens kijken hoe die drie gasten kunnen springen. Dat gaan we. En we zingen. Sinterklaas, ik heb voor u een fantastische stoel. Is dat zo? Ja, moet u eens kijken. Misschien kent u hem wel zelfs. Oh, dat is mijn oude troon. Is dat niet leuk? Ja, dat is leuk.
Waar heb je die gevonden, Hans? Nou, niet gevonden. Ik heb er heel veel. De wissel, zeker. Wat zei ik? De wissel. Hoe weet je dat? Ja, dat dacht ik zo. Ja. Zal ik daar gaan zitten, Hans? Ja, nou, heel graag zitten, Klaas. Want daarvoor is natuurlijk ook die stoel. Hè? Dat is natuurlijk ook die stoel. Dus ga lekker zitten. Maar wat zijn jullie stil allemaal? Zijn jullie wel blij dat Sinterklaas en Marktpieter er zijn? Vraag ik me af, Sinterklaas, ziet de school nog steeds altijd zo goed? Hij zit als vroeger. Dat is goed. Oh, goed zeg, ja. Goed. Een verrassing? Ja. Weten jullie nog wat die verrassing was? Ja, jij wel, hè? Maar kom, kom, kom. Of wat was die verrassing alweer? Het liedje Wij Vieren Feest, wat Sinterklaas helemaal niet kent. Maar dat wil ik graag horen. Ja. Kan je dat regelen, Hans? Nou, dan zal ik even vragen aan alle kinderen die nu ineens de handen vol met pepernoten hebben. Waar zijn jullie papa's en mama's? Breng even al die pepernoten naar je papa's en mama's, want we moeten natuurlijk die verrassing even laten zien. Dus breng even heel snel die pepernoten naar je papa's en mama's. Papa's en mama's, kom even naar voren. Help even. En dan kom je met z'n allen kom je deze kant op. En dan jongens en meisjes thuis, dan ga je het liedje door mij gaan feesten. Waar zijn alle kussen? Ik kom er eens bij. Geef je zak maar even aan de bar, dames. Dat komt helemaal goed. Je gaat ze echt allemaal zelf op eten. Dat gaat allemaal voor zorgen. Even kijken. Want Pieter, dit is een dansje. Wat jullie ook niet doen. En dan moet je hem opblazen. En ik zal hem even uitleggen. Dat is prima. Ja, opblazen. Dan moet je heel goed opletten. Wij weten het normaal met z'n allen, toch? Wij weten niet aan, meneer. Doe je handen maar boven je hoofd. Ben je groot? Of ben je klein? Als er ergens tussenin, twee handen de lucht in en dan roep je. Wij vieren feest. Even kijken of jullie dat ook kunnen. Dus. En ook thuis achter de radio gewoon meedoen, hè. Dus ben je groot? Of ben je klein? Als er ergens tussenin. Wij vieren feest! Wij vieren feest met z'n allen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar eerst twee handen de lucht in. En daar gaan we. De zon, de klok is spannend. En springen. Het is tijd voor een feestje. En hoog springen. En daar gaan we. We're gonna make it.
vind je het mooi, Sinterklaas? Oh, schitterend. Dit is een klassieker. Ja, dat is heel mooi. Zijn dit ook omdat die grote kinderen ook aardig meedenken? Hoe komen jullie weer naar Spanje? Hoe komen wij weer naar Spanje? Met de boot! Ja, met de boot! Ik dacht dat ik de vraag mocht beantwoorden. Om te zwemmen! Om te zwemmen! Nou, zwemmen is een beetje ver. Ja. En de golf van Biscayen is niet vertrouwd, dus dat doen we niet. Nee, we gaan gewoon weer op de boot. Ja. Ja? Maar dan op een klein bootje. Nee, onze grote stoomboot. En die is dan wel leeg, daar zitten dan niet pakjes in. Maar ja, volgend jaar. Ja, volgend jaar. Zouden er dan weer pakjes in zitten? Ik heb pakjes gezien. Als er geen pakjes in zitten, dan hoeven we niet te komen. Nee. Dus als wij geen pakjes bij ons hebben, dan vinden jullie het niet nodig dat wij komen. Oh, ja. Ja, dat is een mogelijkheid. Goeie oplossing. Dus het antwoord op de vraag is, wij gaan weer terug met de boot. Is het, klopt het nou dat wij vanaf vandaag de schoen mogen zetten? Dat is zo, Hans. Echt waar? Ja. Wie vond niet je gretig, hè? Nee, niet te gretig. Het is niet vanaf vandaag, iedere avond, tot 5 december. Nee. Vanavond kan het. Vanavond kan het. En verwacht een kleinigheid. Niet meer. Oh, zo, dat is belangrijk om te weten. Ik ga het zo alleen naar de zaal. Ik heb, want wie van jullie gaat vanavond inderdaad de schoen zetten? Sinterklaas, wat zou ik graag bij de schoen willen zien? Hans, dat zal ik je vertellen. Ik ben benieuwd. Wat ik graag bij de schoen zie, en ik niet alleen, maar de Pieten ook, dat is iets, dat hoeft niet duur te zijn. Dat hoeft niet veel te zijn, maar dat moet uit het hart komen. Uit het hart? Uit het hart. Ja, dan moet je niet in je jas kijken, want we zijn hier niet bij de slager. Nee, uit het hart, daar bedoel ik mee. Iets wat je graag wil vertellen, bijvoorbeeld in een mooie tekening. Of het kan ook zijn, als het geen tekening moet worden, dat je zegt, ik vind wel dat die Americo het erg zwaar is. Ik doe er een worteltje bij. En dan is één klein worteltje voldoende, want het zijn allemaal schoenen. En met elkaar 80 wortels. Oh, die krijgt hij haast niet op. Dan komt hij je tijd niet meer op, Sinterklaas. Ja, dat moeten we niet hebben. Nee, nee. Dus één worteltje of iets uit je hart. Ja. Een versje kan ook uit het hart komen. Een liedje. Oh, een liedje kan uit het hart komen. Zullen wij een liedje zingen voor Sinterklaas? Ja! Dan doen we net of zitten we allemaal de schoen. Dus dan pak je even de hand, dan heb je dan je schoen in. En die zet je dan op de grond en zo. En dan ga je allemaal erbij zitten. Dan ga je er allemaal bij zitten. Dus allemaal bij zitten. En dan moeten we ook nog een liedje zingen voor Sinterklaas. Maar hebben jullie een goed idee dan? Hebben jullie een goed idee? Sinterklaas een schoentje. Sinterklaas een schoentje? Kapoentje. Ja, oh ja. Kennen jullie dat liedje allemaal? Ja! Allemaal? Ja! Oké, maar dan moet Sinterklaas het wel goed horen, hè? Dus noemen we allemaal zo naar Sinterklaas. Ja, allemaal zo naar Sinterklaas. Nu was Sinterklaas heel goed op dit. Ik ben heel benieuwd hoor. Maar hoe begint dat liedje ook alweer? Kunnen jullie mij helpen? Papa's en mama's, niet vergeten om mee te doen, hè? Dan gaan we. Sinterklaas, dat hoentje, gooi maar in een schoentje, gooi maar in een laarsje, dat is Sinterklaasje. Nou, dat is wel een heel kort liedje, Sinterklaas, hè? Ja, maar dat wordt bonnen bij. Sinterklaasje, bonnen.
Maar, meneer Han, waarom moet het nou altijd over mij gaan? Oh jee. Ja, ik bedoel niet over de kerstman of zo, maar het zou ook over Zwarte Piet kunnen gaan. Zwarte Piet ging aan fietsen. Bijvoorbeeld. Waar ben je? Sven. En waar kom jij vandaan? Jochem. En Jochem, en hoe oud ben je? 7. 7 jaar. Maar ken je niet, dat niet, Joop? Ja! Nou, dan wil ik het horen. Sven, Zwarte Piet. Ja. Weet je wat nou zo leuk is? Die pieten, die kunnen de bewegingen bij maken. Oh, dan doen ze net alsof ze op de fiets zitten. Dan sturen ze en ze trappen ook nog. En dan mogen jullie ook meedoen, wat die pieten doen. Maar wat belangrijk is, dat je dan wel heel hard door blijft zingen. Hè? Want anders stopt het liedje natuurlijk. Papa's, mama's, gaan we ook even staan. Hè? Dat jullie mogen doen mee in ook radio natuurlijk. Ja, wat leuk zou zijn dat je daar gaat opbaten wel. Zijn we klaar voor? Hallo, ik hoor er helemaal niks van. Dat kan maar helemaal niet. Dus ik vraag het nog één keer. Zijn we er klaar voor? Zwarte Piet in de fietsen, doe krachten zijn man. Doe moestuivel in de mijne fiets om de hand. Hij kwam bij de zorgen en zijt in de schrik. Ik hoor dat hij naar de wonen, het is vandaag natuurlijk wel feest, toch? Ja, ja. Maar kunnen jullie een beetje goed dansen, vraag ik mij af. Ja. Wie van jullie kan een beetje goed dansen? Wie? Ja. Maar wie van jullie papa's en mama's kunnen goed dansen? Ik zal niet erover gaan. Sinterklaas. Omdat het vandaag een feest is, u ziet daar zo lekker. Zou ik ook 5 in nog even gaan staan? Dat u nog een beetje kan. Hans, ik zou zeggen, alles in mij. Nou, ik heb namelijk een liedje en dat is een liedje dat gaat met handen en. Maar niet met voeten, maar wel met handen. Heel veel met handen. Misschien kan u ook proberen om een beetje mee te doen. Ik heb 2 handen bij mij, niet meer. 2 handen. Nou, dan moet ik. Wie heeft er nog meer 2 handen? Voor niemand. Okay. Wie heeft er nog meer 2 handen? Yeah. Kijk, dat is belangrijk, hè. Doe je handen eens even heel ver uit elkaar. Maak even de allergrootste spierballen die je hebt. Jongen, dat die jas is oud, zeg. Ja. Meer redenen, Sinterklaas. Heel goed. Doe je handen zo ver mogelijk naar voren, inclusief vaders en moeders. Want als je dan die handen naar voren hebt, dan gaat het allemaal een beetje op. Let op. Strek je armen. En dan moet je maken. Hoef je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Hoef je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Vuisten maken. Duimen omhoog. En de schouders op. Hop je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. De schouders op. En je hoofd omhoog. Vuisten maken, duimen omhoog, schouders op, hoofd omhoog, en je billen naar achter. Chichiwa, 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 chichiwa,
maken. Wijzen maken. Duimen omhoog. Duimen omhoog. Schouders op. Schouders op. Hoofd omhoog. Hoofd omhoog. Billen naar achteren. Billen naar achteren. En voeten naar binnen. Voeten naar binnen. Shoot your arm. Shoot your arm. Shoot your arm. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Hoofd omhoog. Billen naar achteren. Voeten naar binnen. En je tong naar buiten. Wat bent u nog lenig? Ja, maar dat komt van paard rijden. Lilian, en wat ben jij? Hoe oud ben jij? Laat je keuze. Vijf. Vijf jaar. En jij hebt een hele spannende vraag voor Sinterklaas. Hoe oud was u toen u Sinterklaas werd? Hoe oud was u toen u Sinterklaas werd? Ja, ook dat is eigenlijk weer zo'n moeilijke vraag in de tijd. Ik denk een jaar of 40 toen ik bisschop werd. En zo'n halve eeuw daarna, toen hield dat op. En toen was ik Nicolaas. En toen een hele tijd niet. En toen bedacht men dat ik Sint moest zijn. En toen werd ik pas Sint-Nicolaas. Dus dat is niet precies te zeggen. Maar ik ben gewoon geboren als Nico. Officieel Nicolaas. Okay. Jongens en meisjes, vonden we het leuk dat Sinterklaas en zijn zwarte pieten hier waren? Yeah! Er is natuurlijk één liedje waarmee we afscheid gaan nemen. En dat heet natuurlijk... Dag Sinterklaasje, maar dan wil ik wel iedereen horen zingen. Sinterklaas, vind je het leuk? Geweldig, Hans. Mag ik volgend jaar weer komen? Wat ons betreft wel, toch of niet? Ja! Mag je nog een keer komen? Ja! Hey Hans, komen die kinderen en al die enthousiaste ouders dan ook? Zal het graag zijn. Vaders, moeders, jongens en meiden. Ja! Sinterklaasje, dus daar gaan we. En dag Sinterklaasje, dag, 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 zwarte Piet. Zing mee, hè? Dag Sinterklaasje, dag, 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 ons afscheidslied. En dag Sinterklaasje, dag, 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 zwarte Piet. Dan hadden we dag Sinterklaasje. Wij hebben het gehad. Wij willen jullie bedanken voor een keihard applaus te geven.